Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick van der Wijk en naast mij zit... Fokke Zarrout. En wij zijn geweest bij de nieuwe Marvel film Black Panther. Ja. We hadden een hoop verwacht. Ja. Niet zoveel gekregen als we hadden verwacht. Maar het was toch een leuke film. Precies. Ja. En het was denk ik meteen ook het goede woord. Een leuke film. Ja. Wat het grote punt van kritiek voor mij is, is dat het weer... We gaan meteen beginnen met kritiek, hoor. Ja, okay, nee, maar het is weer een origin story in feite, maar het is vrij laat in de hele grote tijdslijn. Want we zouden opbouwen voor het grote gevecht tegen Thanos. Dus alle lijnen komen nu bij elkaar. Ja. En nu moest dit verhaal nog even snel. Dit is een proppertje nog even. Even snel nog even inpraten. Ik denk dat ze misschien gedacht hebben, we verdienen best wel lekker geld. Kunnen we niet nog één keer in Europa? Nou, ik vind het... En hij verdient goed, hè? Ja, hij verdient top. Heel goed. Nee, maar dit personage moest wel uitleg krijgen, hoor. Alleen, het had twee... Ja, voor dat leger wat straks gaat aanvallen, dat bestaat grotendeels uit hun volk. Dus eigenlijk hadden deze twee films eerder moeten laten zien. Ja, hij moest wel eerder komen. Zou er meer moeten komen, want ik vind het wel interessant, want daardoor, het geeft wel de aarde een kans. Want zij hebben wel technologie die de rest van de wereld niet heeft. Dat klopt. Dus het is wel... Dus het moest komen. Dus dat is het punt. Dus ik vind het een leuke film. Alleen... wat ik verder miste, ik vond de slechterik niet slecht genoeg, eerlijk gezegd. Nee. En daar had misschien ook wel gelijk, want hij eigenlijk was zijn punt ook een beetje waar. Want dat Wakanda, die was heel rijk, maar de rest van Afrika laat hij eigenlijk niet binnen. Ze delen hun wel niet met zijn eigen buurvolk. De politieke statements werden links en rechts gemaakt. Ja, die zat er wel in. Dus jongen. Ja. Daar weet je wel moe van alweer, hoor. Ja, dat is wel. Maar nu zien we het laatst over, nee, laatst, vandaag... Ja. Dat je sowieso wel een beetje moe van weer op het moment. Dat alle films wel weer een politieke insteek hebben bij de Amerikanen. Ja, bij Star Wars had je met die vrouw. Wat ik ook heel jammer vind, is dat nu mensen die alleen naar een filmhuis gaan, opeens nu zich met dit genre gaan bemoeien. Klopt. Die gaan allemaal politieke statements ingooien. Terwijl, als je goed nagaat, bij Guardians of the Galaxy, die hoort ook bij dit universe, zit gewoon een pratende raccoon. Ja. Dus even om te laten zien dat... We moeten het allemaal niet zo serieus hebben. We hebben groene mensen, blauwe mensen. Dus daar moet je helemaal niet over hebben. Dus wat ik de film. Veel terug naar de film. Wat ik dus wel ik vind de slechterik iets te mild. Klopt. En wat ik jammer vind, wat bijvoorbeeld Spider-Man heel goed deed, is toch een adventure of iemand altijd even erbij halen om het geheel wat te houden. Nu moet je bij de nastukjes, zie je Bucky. Ja. Dan weet je, oké. Dus even blijven zitten in het bioscoop. Ja. Dan zie je dus weer dat, oké, toch één universe. En dat mis ik een beetje. Klopt. Terwijl je het natuurlijk al wel gezien had. Ik ben niet helemaal met je eens, want in het begin hebben ze duidelijk, de VN hebben ze natuurlijk door het incident bij de VN, die zijn vader verloor. Ja. Maar dat hebben we allemaal al gezien. Ja, zo kun je ook een beetje zien welk tijdsbestek dan deze film zou moeten vallen. Ja, dat moet ook wel anders. Want je hebt gelijk, hij komt na de ene laatste en voor de laatste. Ja, hij komt altijd tussenin, terwijl die wel nu wordt uitgebracht. Ja, hij is te laat uitgebracht. Dus dat was alweer een beetje verwarrend. Ja, nee, maar dan moet je goed nadenken van... Zeker toen je Bucky op het einde weer zag. Dat je dit ook... Nu zijn we weer daarna. Dus het speelt zich gedurende de laatste tijd af. Ja, dat is wel verwarrend. Dat was wel verwarrend. Dat voor de rest, ik denk dat het gewoon een leuk film... Ja, en... Te veel origin. Er was echt te weinig... combinatie met de rest. Ook te weinig verhaal, vond ik. Ja. Er hadden wel iets meer verhaal in. Ja. En het was wel heel erg Afrikaans allemaal. Ja, maar dat vind ik ook heel leuk, dat die jongens ook wat hebben. Dus dat maakt een beetje... Nee, maar dat maakt het dat het iets totaal... Dat een wereldwijd fenomeen gaat worden. Ja, dat klopt. Het was erg Afrikaans. Het was erg traditioneel Afrikaans. Het was erg veel gericht op de Afrikanen. Ja, het Afrikaanse volk en de tradities en de... Maar dat vind ik wel leuk. Alleen wat ik dan weer niet snap, dan gingen ze uiteindelijk in ze vechten. En die hebben ze echt heel veel technologie. En dan gaan ze altijd met stokken en dingen slaan. Klopt. En met neushoorns met een metaal. Met een helm op. Ja, dan had je ook wel iets sophisticated. Juist. Ja, ze hadden de beste wapens van de wereld. Dus met welke stok ben jij aan slaan, denk ik dan. Ja, precies. Dus, dat zijn dingetjes. Maar dat is een beetje nitpicking. Uiteindelijk is het gewoon een leuke film om toe te gaan. Maar het is een leuke film voor het algemeen publiek. Ja. Het is niet te specifiek alleen maar Marvel fans. Maar nee. Het is een hele leuke film. Gewoon een superheldenfilm weer. Gewoon heel leuk. Heel mild ook vooral. Niet te veel. En mooie effecten. Ik vond het worldbuilding weer super. Met al die ze hebben de stad mooi gemaakt. Ik ben een beetje terug toen we voor de eerste Asgard zagen. Ja. Zou ik zeggen. Dat is weer leuk. In Ragnarok ging natuurlijk dezelfde effecten dat ze door Ragnarok vlogen. Dat was erg mooi. Dus hier ook weer. Dus gewoon naartoe gaan, vind ik. Klopt. Ja. Ook al heet het een zwak verhaal. Ja, het verhaal is niet super, de rest omheen is leuk. Maar het hele pakket is erg leuk. En ook van Marvel natuurlijk. En ik wil één nog wijzen, de acteur, de hoofdrolspeler, speelde goed. Dat vond ik een goede speler. Ja, Forrest Whitaker vond ik ook goed spelen. Ja, ook, dat bedoel ik. Dus de acteurs waren goed. Dus omdat het verhaal niet sterk was, was er omheen. Is er omheen. Goed. De casting was zeker goed. Ja. Ook de twee dames die er in de hoofdrolspeler waren. Ook erg goed. Drie dames, moet ik zeggen.
Dus er zaten zoveel... De casting was prima. Ja. Daar heeft juist de film heeft weer een beetje naar een hoog platform getild. Ja. Anders had het echt niet een... Dat is een zesje geweest. En nu is dat is een zesje ook, geweest. Ja. Het is nou nog een zeventje. Ja, een zeventje. Ja. Voor mij is het ook gewoon een... Een zeven plus ook, ja. Heel mooi. Precies mooi. Zeven plus, fantastisch. Dus dat heeft tegelijk het cijfer. Klopt. Maar ja... Nou, op naar de volgende. Op naar de volgende, en ook dat het geen 7 plus is. Want normaal geef ik een Marvel film geen 7 plus. Meestal een 8 minimaal. Dus nou, ik ga nu voeten. Wat nu aan gaat komen, moet een 9 worden. Dat is de final battle, hè? Dit was hoge verwachtingen. Wat denk je wat we van de volgende hebben? Daar heb je heel veel verwachtingen. Hey mensen, weer bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg.